Dit is Greet Smit. Elke zaterdagmorgen staat ze bij de bushalte in Steensel om met haar zwemclub het Zorgenkind naar Eersel te gaan. Na de overname van de BBA werkt ook Hermes hier aan mee. De deelnemers variëren in leeftijd van 14 tot 84 jaar. Ook de chauffeur werkt belangeloos mee aan het wekelijkse uitstapje van deze zwemclub. Zwembad De Albatros in Eersel verleent al jaren haar medewerking om deze bijzondere zwemclub gastvrij te ontvangen. Vandaag is er een speciale open dag, omdat zwemclub Het Zorgenkind door de gemeente Eersel is verkozen tot vrijwilligersorganisatie van het jaar 2009. En hier zien we waar het allemaal om draait. Veel plezier en enthousiasme, zowel in het water als langs de kant. Jullie krijgen dadelijk allemaal uit handen van de burgemeester een beker. Harry en Mia geven jullie allemaal, als jullie uit het kleedlokaal komen, allemaal een medaille. En dan komen jullie daar naar de tafel en dan krijgen jullie de beker. Het is fantastisch om te zien hoe deze mensen kunnen zwemmen. Maar wat ik nog leuker vind is hoe ze daarvan genieten. Want daar doen de vrijwilligers het voor eigenlijk. En de vrijwilligers die hier toch altijd al mee bezig zijn, al 40 jaar, die verdienen het ook wel eens om in het zonnetje gezet te worden. En daarom kom ik graag hier naartoe. Jos is al van het begin van onze club bij de zwemclub en die krijgt de grootste beker van allemaal. Nou, Greet, namens Camper TV Proficiat, want jullie zijn het vrijwilligersorganisatie van 2009 geworden. Wat doet ze dat met je? Oh, daar ben ik super trots op. Hè? En met mij alle vrijwilligers, maar met mij ook alle deelnemers. Want het was een gejuich in de bus al toen ik in de bus kwam. Ik dacht, wij zeggen niks voordat wij dus... Na het zwemmen, dan had ik een tractage voor ze bij. En dan kwam ik binnen en zei, oh, Greet, leuk. Proficiat en we hebben het gehaald. En dat is dan zo ontzettend leuk. Greet, u zit al lang bij de organisatie Het Zorgenkind. Hoe lang doet u dit al? Vanaf 1976 coördineer ik het. Maar ik ben nog mee naar Oostkot gaan zwemmen, 2 jaar. In 1974 ben ik met mijn jongste zoon begonnen. En
toen was het huurcontract daar voorbij. En toen zijn wij dus... ben ik hier bij de gemeente eerst bij burgemeester Van Acht toen de tijd nog wist te vragen of dat hier ruimte was. Want je moest 's morgens om 10:30 moest je dus bij de bus zijn. En dan was je een stukje in de namiddag was je pas weer thuis. En wij hadden thuis een boerderij. En een boer die moet 's middags warm eten. Hè. Zonder vrijwilligers kunnen jullie dit ook niet? Hoeveel vrijwilligers werken hier aan mee? Wij hebben 8 vrijwilligers en we zouden dolblij zijn als we er nog enkele bij zouden krijgen. Maar op een gegeven moment ben ik ook de BBA voorheen en nu Hermes ontzettend dankbaar. Want die hebben dus elke week een bus voor ons. En als wij dus geen zwembus hadden, dan valt de club uit elkaar. De bus begint 's morgens om 9:00 in Lagemierde te rijden. Via Hogemierde, Reuzel, Bladel, Hapert, Duizel. Komt ze naar Steensel, daar stappen wij dus in. En dan terug naar Eersel. En dan de omgekeerde volgorde. Nou, Greet, nog namens iedereen proficiat. En bedankt dat wij een kijkje mochten nemen achter de schermen een keer. Want ik vond het ontzettend leuk om een keer mee te maken. Heel graag gedaan.